Welkom bij een nieuwe aflevering van Boxer Natuurlijk en dit keer vanuit Banesveld, Frans. Ja, want zeker. Wat gaan we doen? We gaan naar de Tour de France. Oh, dan pak ik even mijn fiets. Nee joh, dat is een uitkijktoren. Oh, uitkijktoren. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, een krab, hè. Ik krijg al jeuk als ik dit zie. Ja, dat kan wel zijn. Ja, ze zijn niet echt zelf meer actief, de eikenprocessierupsen. We zitten nu half juni. Eigenlijk zo half juni, en zeker in juli, dan is het einde van zeg maar, de rupsenperiode. Want dan zijn ze aan het verpoppen gegaan en dan komen er de vlinders uit. En op sommige plekken vliegen nu zelfs al vlinders. Dus dan komen er geen nieuwe rupsen meer bij. Dat betekent ook geen nieuwe haren meer bijkomen. Maar het is nog wel een beetje lastig, omdat de oude huidjes, want na de derde vervelling hebben ze nog een vierde, vijfde en tenslotte de zesde. De laatste drie periodes hebben ze dus brandharen, want die vervelling blijft gewoon in die nestjes zitten. En dan kan het bij een storm wel eens eruit waaien, maar over het algemeen heb je veel en veel minder last ervan dan. Oké, ja, want de afgelopen dagen heeft het wel gewaaid en dan merk ik toch wel dat het wat extra werd. Ja, maar het valt toch wel mee, omdat er ook een heleboel dieren plotseling actief zijn geworden. Koolmezen, boomklevers, spreeuwen, kauwen. Iedereen is op een gegeven moment die rupsen gaan opeten. En ja, we geven ook mensen wel eens een tip van probeer nou eens een keer die begroeiing onder die bomen te laten staan. Want dan kunnen de sluipwespen zich in ontwikkelen en die larven van die sluipwesp, die eet die beesten weer op. Oh. En wat ook heel goed is, is dat niet meer gespoten wordt met al die gifmiddelen op de buxus. Want er zijn heel veel koolmezen gestorven vanwege dat er allerlei gif in die spuitmiddelen zat. Oh ja. En ja, dat is natuurlijk een toestand geweest waarop eindeloos een keer heel veel meer processierupsen zijn en nog minder gegeten worden. Oh, ik dacht ook dat het te maken had met het warme weer. Ook, ja, op de warme weer heeft het te maken, maar als ze tegelijkertijd geen vijanden zijn, ja, ja, dan kunnen die beesten zich enorm ontwikkelen. Ja. Dat gaat dan altijd gemakkelijk. Okay. Maar ik ga dan jou een mooiere rups laten zien. Oh, zullen we naartoe lopen? Ja, dat is goed. Oké, kom op. Zebra. Dat zijn rupsen. Dat zijn zebra-rupsen. Och. Prachtig, hè? Die vreten die hele plant kaal. Nou ja, of dat nou zo prachtig is. Ja, dat is wel prachtig. Hè? Nou, ik denk dat de paardenliefhebbers helemaal blij mee zijn, want dit is Jacobs kruiskruid. En daar zijn paardenliefhebbers niet zo dol op, maar deze zebra-rupsen zijn er allemaal dol op. En hoe komt het dat ze daar niet zo dol op zijn? Hè? Nou, er schijnt een gif in te zitten dat paarden kan doden. Oh, zelfs. Dus dat zijn ze even. Maar goed, als je in een vrije natuur zit, is een prachtige plant. Behalve als er in één keer bezet wordt met allemaal zebrarupsen. Kijk, die beesten zijn inderdaad enorm actief. Volgens mij. Iets lekker te vreten. Iets er eentje boven te bewegen, zie je dat? Ja. En dan komt er een heel mooi vlindertje uit. Een beetje een donker, zeg maar, bijna zwart vlindertje met allemaal rode vlekken erop. Prachtig. En die heet dus de Sint-Jacobs vlinder. Oh ja, ja. Een echte nachtvlinder. Maar dit is dan zijn rups. Mooi hoor. Mooi hè? Hey, dat zijn leuke bloemen. Ja, ze zijn mooi, hè? Ja, dat zijn hele speciale. Heel lang geleden dacht men nog dat deze, zeg maar, hengel, want zo heet die, dat bij de helmkruidfamilie hoorde. Helmkruid zijn gewoon eigenlijk vaste planten. Maar nou blijken het halfparasieten te zijn. Halfparasieten? Dus ja, halfparasieten. Wat doen deze? Die maken wel voedsel uit de lucht, hè? Dat heet dan fotosynthese. Maar het water en de zouten en de mineralen, die halen ze via de gastheer. Bijvoorbeeld een eikenboom of een berkenboom die ernaast staat. Dat zijn de gastheren. Daar halen ze, zeg maar, daar halen, stelen ze in feite de stoffen van. Vandaar halfparasiet. Halfparasiet? Ja. En, maar die hengel, dat komt van omdat die zo hangt? Of dat die zo hangt en dan een beetje op een dobbertje lijkt. Hè, dan, als die kun je dat heel mooi zien. Of daar een dobbertje hangt. Maar daar heeft hij de naam van te gekregen. Ja. 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 Mooi, hè? Zo zie je wat mooie planten zijn hier in de wereld. Hartstikke mooi. Nou. Hey, waarom staat dit hek hier eigenlijk? Nee, daar moet je niet aankomen. Er zit stroom op. Stroom? Nee, serieus? Ja, er zit stroom op, dus om de schapen
die zitten hier te grazen. En als ze dat niet doen, ja, dan gaan ze alle kanten uit. Die lopen dan helemaal weg. Oh. En ze moeten hier grazen. Omdat, zeg maar, ja, je ziet het, het veel te veel gras. Dus je moet dat een beetje kort gaan houden. Ik zie eigenlijk geen schapen. Ja, ze zitten misschien wel achter in dat bosje. Oh, ik zie schapen. Ja, daar zijn de schapen. Ach. En zie je, dat hek is goed, want daar liggen ze lekker te herkauwen. Ja. Waarom hebben die allemaal een zwarte kop? Of is dat dom? Dat is het ras. Oh. Dat is een gemengd ras. Dat misschien net als bij Merel. Nee, dus gewoon het gemengd ras. Okay. Het zijn wel heideschapen. Heideschapen, dus ja, die staan hoog op de poten. Oh, moest kijken hoe mooi gezellig dat ze liggen in de tantes. Nou, ze zijn het herkauwen hoor, dus... Oh, ja. Ik zie hier iets heel moois staan. Kijk, ik zie hier beneden in mij. Dit hier, dit is een orchidee. Een orchidee? Maar dan een West-Europese orchidee. En niet die tropische orchideeën, dat zijn parasieten. Oh. En deze zijn geen parasieten, die leven wel op een andere zeg maar, manier. Ze leven op een schimmel die hieronder zit. En nou beginnen ze bijna uit te bloeien, want die zijn vrij laat. Maar die komen eerst zo op, als een mooi kopje wat zo oprolt, zo. En dan komen ze zo omhoog staan. Als ze dan omhoog komen staan, dan beginnen ze daar allemaal open te gaan. En al die bloemetjes die hier zitten, die hebben een beetje een vorm van een wespenkopje. En daarom heet ze ook brede wespenorchis. Brede wespenorchis. Ja. Een van de zeg, meest voorkomende zeg maar, orchideeën in Nederland. En wat voor kleuren zou je hier nou in? Ja, geel en zwart dus. Net geel, wit en zwart, hè, wat ook wespen hebben. Oh. En dat gele, mooie gele kop. Oh, dat is mooi. En nou, ik zal één grappig ding erbij vertellen. Ja. Die wespen die komen hier ook op af. En die drinken hier de nectar uit. Er zit ook nectar in. En die nectar is heel, zeg maar, bijna alcoholisch. Dus die wespen die gaan helemaal dol nog een keer naar boven toe. Net als iemand die niet genoeg krijgt van bier. Hè. Die maar bleef. Op een gegeven moment liggen ze onder te tollen. Zo zat zijn ze. Zo zat zijn ze. Pampus. Dan zijn ze bezopen. Hallo. Ja. Ah, ik mag wel niet rijden. Oh, heel leuk. Dankjewel. Ik ben gelijk naar Frans toe. Kun je nog stoppen daarin? Oh, wat leuk. Dat is fantastisch. Wat een mooi uitzicht. Van hieruit, hè? Erg leuk. Nou, dat was een lekker ritje. Ja, dat was een lekker ritje met paarden. Leuk dat mensen voorbij kwamen en dat we mee mochten. Hey, we gaan nou naar jouw toren. Ja, we gaan naar de Tour de France. En, de Tour de France. De Tour de France is het, hè? Kijk eens. Tada! Oh, daar staat hem. Mooi, hè? Prachtig. Ja, hij staat ook mooi in dit stukje, hè? En dan dat pad hebben we mijn collega speciaal aangelegd. Oh. Een picknickbank cadeau gekregen. En daar staat ook nog een bank bij, die jullie dadelijk zien. Nou Frans, hier staan we dan. Ja, hè? Prachtig is die. Mooi, hè? Het lijkt net een... attractie. Ja, nou ja, het is ook hier een klein beetje ook een al bewogen geschiedenis gehad. Het is een vuilnisbelt, een agrarische landschap was hier verder. Er lag een klein veldje waar mensen met radiografische vliegtuigjes rond aan het vliegen waren. Dus het was hier al wat aan bewegen. Je bent wel trots, denk ik. Of niet? Oh, meid, zo ontzettend. Ja, joh, dit is echt, ja, dat kun je bijna niet beschrijven. Nee, want dit cadeau heb je gekregen voor jouw pensionering. Ja, precies. Ja, ja, vooral mijn werk wat ik gedaan heb en op mijn pensionering heb ik het gekregen, ja. Ja, ja. En dan, ja, dat is iets wat, ja, nou ja, ik zeg vaak tegen mensen, ja, het is niet te beschrijven. Het enige wat ik vaak zeg is van, ja, het is wel veel mooier als een polshorloge. Oké, en waarom heb je voor deze plek gekozen? Nou, deze plek heb ik gekozen omdat ik wilde hem niet midden op Campine hebben. Campine moet een rustgebied blijven, er moeten niet te veel obstakels komen. En dit, ja, dit is een ideaal plekje om de natuur te zien bewegen. En het is mooi tussen Campina van Natuurmonumenten en de mortelen van Brabants landschap. Er ligt mooi in. En het is het middelpunt van een driehoek, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven. Het is precies hier in het midden. Oh, dat is grappig. Dan is het hier zo prachtig om hier te hebben. Ja, ja, mooi. Ja, nou, zullen we even gaan kijken dan? Laten we dat maar gaan doen. Heeft deze ontworpen? Ja, iemand die voor Natuurmonumenten altijd werkt. Natuurmonumenten heeft vaste ontwerpers en zo. Kijk, wat ook nog leuk is, kijk, we lopen hier nou op een luie trap.
Oh, een luitrap. Ja, dat komt eigenlijk ook een beetje gevraagd, want dat was toch zo dat veel mensen die ik tegenkwam in de natuurgebieden, uitkijktorens in staan met die steile trappen. En dan vonden ze er allemaal niks. En toen dacht ik, ja, dan worden mensen toch steeds ouder. En zo'n luie trap is misschien dan iets interessanter. Ja, en het loopt inderdaad iets lekker. Makkelijker. Als je dan zo rondkijkt, hè, daar ligt dan Spoordonk Oorschot. Daar ligt Lennisheuvel en Bokstel dus. Mm-hmm. En daar de overkant liggen de mortelen. Hè. Dat is het gebied van Brabant Landschap. Eigenlijk dus dat grasland wat je ertussenin ziet, Dat is al de mortelen. De oude toren, die heeft hier 13 jaar lang gestaan. Ja, hier op deze plek, dezelfde plek, heeft hij 13 jaar gestaan. Het was een houten toren, maar die was helemaal verrot door zwammen, hè, dus schimmels die hem opaten. Maar ook zeg maar gaten die erin vielen. Dus uiteindelijk was hij levensgevaarlijk geworden. Ja, zullen we even naar kijken, naar die oude toren. Kijk, hier is de uitkijktoren. Ja. En ik zal je laten zien, waarom die er rot is. Ja, hij is wel echt aan vervangen. Kijk, daar paddenstoelen groeien. Kijk eens. Oh, ja. En het hout is helemaal mollem, ook allemaal paddenstoelen. Maar daar zie je een hele grote paddenstoel, zie je dat? Ja. Ja, daarom moet hij echt vervangen worden. Ja. Wat een verschil, hè? Ja, dat is een zeker groot verschil. die oude toren is ook duidend kleiner, hè? We staan ook een stuk hoger nu. Oh, hoe hoog is deze eigenlijk? Nou, ongeveer 12 meter en dan zit er nog de bult bij van een meter of 4. Dus ja, 16 meter hebben we nog een mooi beeld. Ja. Ja. Hoe lang ben jij boswachter geweest? Alles bij elkaar heb ik 26 jaar bij Natuurmonumenten gewerkt. 26 mooie jaren gehad. Ik heb echt ontzettend genoten. Van alles gedaan voor de club. Ik ben naar Limburg toe geweest, heb me overal naartoe gestuurd. Maar echt met heel veel plezier. Ja. Ja. En nou ben jij sinds 2016? Ja, heel goed. Oktober 2016. Ja, toen ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Want ik ben pas over een maand echt met pensioen. Ik moet een maandje wachten, dan ben ik echt met pensioen. Oh, dat is feest dan. Ja, dat doe ik op de toren hier. Okay. Oh, dan kom ik terug. En mag jij jezelf nog boswachter noemen nadat je gepensioneerd bent? Boswachter is een vrij beroep en ik ben eigenlijk vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten. Want ik heb altijd heel erg aan mijn plezier gehad daar bij Natuurmonumenten. Dus ik ben gewoon vrijwillig boswachter geworden bij hun. Oh. En verder is dat ook een beetje mijn ding, hè? Boswachter Frans. Iedereen kent boswachter Frans en de achternaam vergeten ze vaak. Dus. Kapitein. Ja, precies. Wat is nou het allermooiste wat je hebt meegemaakt in jouw loopbaan, Frans? Oeh, dat is een lastige vraag. En je verrast me wel een klein beetje. Want ik heb zoveel mooie dingen gezien, mooie dingen meegemaakt. Nou, misschien is het wel dat ik met een groep mensen hier op Campina naar de wielenwalen heb staan kijken. Die dan heel langzaam naar beneden toe vloog. En wielenwalen doen net als torenvalken die bidden voordat ze een prooi pakken. Wielenwaal. Een wielenwaal is een hele mooie gele vogel die regelmatig op Campina met de broedtijd komt. Hè, want normaal zit hij in Afrika, maar de broedtijd is hij hier en daar stonden we zo te gapen. Maar ook de bouw van het bezoekerscentrum in Brunsum de Heide. Of de herbouw van het bezoekerscentrum Oosterwijk. Ja, dat waren ook allemaal hele mooie dingen. Ja. Oh, leuk. Maar je hebt misschien ook wel iets wat niet zo leuk was? Eigenlijk niks, behalve vergaderen. Vergaderen? Ja, vergaderen. Verder hebben we alleen maar leuke dingen gedaan. Nee, vergaderen vond ik dikwijls wel heel erg. Maar we hebben al eens een keer meegemaakt dat we dus een opdracht kregen om iemand te gaan zoeken die zelfdoding wilde gaan doen. En dan zit je wel heel dicht met je voet op de aarde, want dan komt het wel allemaal dichtbij. Maar dat was wel een van de lastigste momenten. Oh, in de bossen? Ja, in de Loos-Druunse Duin. En de Brunsum Heide heb ik ook een keer meegemaakt met Nicky Verstappen, wel bekende kindje. Ja. Dat waren wel momenten waarvan ik dacht, is dat ook mijn wereld, weet je wel? Ja, inderdaad. Dan komt het heel dicht bij jouw eigen zijn. Dat, ja.
Hoe kunnen we nou mooier afsluiten dan met Frans Kapteins hier boven op de Tour de France? Ja, en dan genieten van een hele mooie omgeving. Ja, het is echt prachtig. Ja, hè? Ja, we kunnen hier nog wel uren blijven vertoeven. Ja, precies. Maar ja, we moeten helaas stoppen. Dus wij bedanken u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Het is echt mooi, hè, jongens.